We bevinden ons momenteel in Kortrijk Business Park. Kortrijk Business Park is een gebouw gelegen op de kop van het Beneluxpark. Dankzij de uitzonderlijke ligging geniet het gebouw van een grote visibiliteit op een strategische locatie. Vanaf de start van het project lag de focus op happy people perform better. Met een sterke focus op het welzijn en de productiviteit van de toekomstige gebruiker. Waarbij we focussen op constante temperatuur, een uitstekende ventilatie en een goede luchtkwaliteit zorgen ervoor dat het welzijn en de productiviteit van de gebruikers van het gebouw toeneemt. De bedoeling van het masterplan was dat dit gebouw een centrale plaats zou innemen. Van ver komt het gebouw dus als een monoliet over en naarmate men dichterbij komt, neemt men meer en meer de details waar. Onder andere het metselwerkverband. We hebben echt willen inspelen op het mooie glooiend landschap. Tussen de voor- en de achterkant, het binnenkomen en de tuinkant, er een niveauverschil van ongeveer 3 meter plaatsvindt. Op de 4e en 5e verdiepingen hebben we uit het volume een stuk uitgesneden om twee redenen. Ten eerste, daardoor kijkt het gebouw naar de vijver. Ten tweede, zorgt men eigenlijk voor meer daglicht in de patio. Op elk type niveau ontstaat er aan de korte zijde telkens de circulatie, trap en lift en sanitair. Aan de lange zijde hebben we een zeer flexibel in te richten open kantoor die je verder kunt opdelen. Daarnaast zijn er tal van diensten die we aanbieden in het gebouw. Zo is er een bedrijfsrestaurant met catermogelijkheden, een polyvalente zaal, gedeelde vergaderzalen, als ook ruimte voor carwash, pakketbrievenbus en zoveel meer. De eyecatcher aan het gebouw voor mij ligt dan eigenlijk in de omringende zone. Van overal waar je kijkt heb je een groen zicht. We zijn blij dat we als aannemer dit gebouw hebben mogen bouwen. Het betreft 18.000 vierkante meter. En hier hebben we gekozen voor ons CIFAS-systeem. Dat is een gepatenteerd systeem. Je moet dat eigenlijk vergelijken met een mechanosysteem in prefab betonelementen. Wat betreft circulariteit is dat 100% circulair. De ruwbouw die kan helemaal gedemonteerd worden. Een ander voordeel van het CIFAS-systeem is de verkorte bouwtijd. En dat is hier ook in dit geval zeker zo geweest. De eyecatcher voor mij is de plaats waar we nu staan, met het zicht op de monumentale verlichte trap en het beeld dat daar staat. Ik denk wel dat we kans maken om de Reservoir te winnen, want het is een monumentaal gebouw, maar bij het binnenkomen voelt men zich onmiddellijk thuis en is er voldoende intimiteit in het gebouw. Omdat dit een schoolvoorbeeld is van een gebouw dat tegelijkertijd inclusief, maatschappelijk mensen samenbrengt en tegelijkertijd ook circulariteit inzet. Omdat we focussen op wat echt telt, namelijk de productiviteit van de eindgebruiker.